been thinking about you. Ik ben aan het inpakken voor Antwerpen. Ga ik morgen naartoe met Sanne. Dus in ieder geval gaat deze rok mee. Want die wil ik al heel lang graag aan. En die lijkt me perfect voor dit tripje. Lisa. Ja, zo'n t-shirt werkt wel weer leuk erbij. Dat wist ik niet. Misschien een longsleeve. Zodat hier ook nog iets meer lengte komt. Dit is net kort. Nou is het leuk. Ja. Nu wordt het leuk dat hij zo te groot en te ruim is bij die nek. Eigenlijk wil ik dus hier dan laarsjes bij, maar hier kan ik al helemaal niet op lopen. Every time I see you. Kijk, want dit is wel de droom der dromen. Fluo met niet fluo. It's nice, is that your fried asparagus jacket? Hij had Oscar from the garbage. Yeah. This is not working. It's like a stylish Grinch of Christmas. Yeah. Alright, Sydney and I are going to go out party. Dus gaat. Good morning, ik ben even aan het ontbijten. En wij gaan zo vertrekken. Ik ga Sanne ophalen bij haar huis en dan rijden we door. Wij zijn onderweg. Yay. Koffie gehaald. Wat? Koffie en een saucijsbrood. Ik ben aan het vloggen. Oh. Goedemorgen. Ik zeg hoe laat het is hoor. Wat dan? Word ik gejudged. Dit is mijn ontbijt. Oké, we zijn heerlijk onderweg naar Antwerpen. Eerste nachtje voor mij zonder Sydney. En we gaan heerlijk uit eten. Ja, echt zingen. Een paar hele mooie vintage en tweedehands winkels. Maar ja, je bent al een keer in Antwerpen geweest, toch? Ja, 100 keer. Oké. Okay. Jij niet? Ja, niet zo vaak. Hè? Denk, één zo dichtbij voor jou, waar jij bent opgegroeid. Ja. Wow. Dat er zo dichtbij huis eigenlijk een hele modische stad is. Ja. Ik vind het een heerlijke stad. Dit is het hotel. Sanne is even binnen aan het vragen waar we kunnen parkeren. Maar het is zo'n mooi gebouw. Zin in? Heel veel zin in. Echt zo'n mooi hotel. Ja, tof hè? Echt die beleving helemaal van een hotel. Ja. Nou, zederhoutachtig, toch? Is het heel dik? Ja? Oh, oh. Jij hebt dezelfde kamer gespiegeld. Wat mooi. Hier kan ik heel goed in slapen. Maar ook zo raar om in mijn eentje in een kamer te zijn sinds ooit. Hè, dat ik hier gewoon mijn eigen ruimte heb. Mijn eigen space. Waar geen baby aan mijn broekspijp trekt. Dit wordt een hele spirituele ervaring. Nee. Jongens, ik ga het even laten zien. Keuken, maar bijvoorbeeld dit vind ik echt heel fashionable. Het grove granietachtige. Ja. En dan hier dit heerlijke prinsessenbed. En als je dan de QR-code op de ramen scant, dan krijg je meer info over de shops. Oh, de QR staat op de ramen. Ja. Leuk. Ja? Ja. Jij hebt heel veel contact gehad met Kosh. En Kosh is dus eigenlijk een platform waar je onder andere online shoppingroutes kan vinden. En één daarvan gaan wij vandaag doen. Mm-hmm. Als je ook naar Antwerpen gaat, kan je dus zelf mooi zo'n duurzame shoppingroute lopen. Relax, kijk deze vlog gewoon ontspannen. Als je dan later denkt, oh, die winkel, dan kun je alles gewoon terugvinden in de beschrijving. Nou, we hebben onze warmste jassen en sjaals gemutseld, want het is ijskoud. Yeah. En ik doe handschoenen nog aan. We gaan naar de eerste winkel. Ja, wat is hoor? Scrubbles. Het staat niet in beeld. We zetten het in beeld, gaat goed. Het is, hier staat dus alles in en alle winkels. En ze hebben dus allemaal QR-codes op de ramen. Dus als je dan meer wil weten over bepaalde winkels en waarom ze precies in de route zitten, dan kun je dus die QR-codes scannen. Oh ja. Kijk, scan me. Dit is een liefje. Godsamme zeg. Oh, ik ben blij dat ik erbij ben. Ik hou dit erin, hè? Die toon van jou, dit kan echt niet als collega. Oh, jij gaat gewoon vol. Ik ga gewoon naar de eerste QR-code. Nou, het is deze. Dit lijkt ze dus in. Kijk hier, Louis Vuitton.
Louis Butet. Nou, de toon is gered. De titel wordt Louis Butet. In kringloop gevonden. Heel gaaf jasje, maar wat zij net ook zei, Chris, van het is designer tweedehands, hè? Dus het is niet per se heel oud, designer vintage, maar wel allemaal van hoog niveau kwalitatieve kleding. Lekker! Ik vind het dus helemaal leuk dan om bij die fluo jassen. Ik kan Joepje zijn foto nemen, hè? Ja, zeker. Is het licht goed? Ja, ik doe even een jasje uit de collectie aan, want dat is een leukere foto. Sorry. Oh. Perfect jasje qua fit. Ja. Nou, het is echt een snoepwinkel, hoor. Ja. Nee, er zijn heel wat mensen die dat zeggen. Droom voor elke vintage fashion liefhebber, want je krijgt wel unieke stuks. Ja, absoluut. Dat is oud, maar dat is echt niet nep. Dat is net als het maar zijn. Oud ik van, ja. Maar wel maar, tijd. En als je ziet, hè. Ja. Heerlijk en lang. Maar vind je het oké als jij in beeld bent op de vlog? Ja, geen probleem. Want ik heb jou net gefilmd bij... Oh nee, ik heb daar allemaal geen probleem. Dat staat niet van. Chris? Ja. Chris? Chris? Oh, Chris? Ja, Chris? Ik moest net even nadenken, want ik zei, oh Chris. Toen dacht ik, was het Chris? Nee, het is Chris. Ja. Prachtige winkel. Ja. Dank je. Ja, ik ben verliefd, jongens. En op Chris en op de jas. Heel leuk deze jas. Wil je mij even filmen? En komt goed uit nu, hè? Ja, niet normaal, toch? Niet ik zeg gedaan. Net van, oh, ik moet iets warms hebben. Ja. Om door de weer en wind hier te kunnen. Maar ik heb laatst al gekeken naar een bontjas. Winkel nummer 2. Weer zo'n mooi pand. Dit keer heb ik meteen de goede. Hi! Hallo! Hi! Oh, wat mooi hier ook, hè? Dankjewel, dankjewel. Wat lekker fris. Fris en mooi. Ja, hoge plafond. Ja? Ja? Het is mijn klein paleisje, ik noem het ook altijd zo. Ja, het is echt een paleisje, ja. En nu denk ik, oh. Maar jij wordt helemaal klassiek. Die loafers, die jas. Maar dit is top. Dit is zo leuk. Ja? Ja. Goed, hè? Lekker mooi. Heel leuk. Een hele mooie winkel. Dankjewel dat we hier mochten shoppen. Heel graag gedaan. Super welkom. Ja. Scruples en deze, allebei prachtig. En we gaan nu naar winkel nummer 3. We zijn nu bij de derde winkel, Kringwinkel Meer. We gaan gewoon weer kijken. We nemen jullie mee. Ik neem je mee. En dan zo doen. Kom op, let's go. QR. Kinderkleding aan het kijken, maar dit is gewoon echt fashion, hè? Met die placement art weer bij die kraag. Maar goed, dit is dus een kringwinkel. Heel groot, dus we gaan hier lekker rondkijken. Kijk, Cora Kemperman. Heel tof label, wat heel populair was. Heel mooi met die roesjes, maar dit is dus niet mijn kleur. Dus deze laat ik even hangen. Maar ze hebben hier een heel rek met mooie... Oh, heerlijk deze body. Kijk, dit is helaas te klein, maar dit is zo'n lekker doorgekwild jasje met zo'n... van dit soort quilting. Dus van die geput eigenlijk. Die past wel en dan zou ik dus die knopen vervangen. Dat kan dus wel makkelijk. Klein bakkie. We staan in de kantine van Kringwinkel Meer en we krijgen gewoon koffie. Dus we
Maar wij weten net niet wat ons overkwam. Het hangt dus heel rijk met designerkleding. Dat hadden we helemaal niet verwacht. Want bij binnenkomst leek het een kringloopwinkel. Maar de prijsjes zijn ook echt na een kringloopwinkel. Jij denkt echt, wat gaat die vrouw hier de hele tijd zitten en koffie drinken? Ik wil heel even zitten. Schat, ga ervoor. Zal ik hem uitzetten? Wij hebben de koffie op, we zijn recharged en we gaan nu lekker shoppen. Ik heb dus al in die valreep al 10 dingen gevonden. Kijk, deze vind ik helemaal te gek. Maar dit is te klein helaas. Vind ik wel iets hebben eigenlijk. Ja, want je hebt het. Een paar van die mooie. Hoe wil je ze dan bij elkaar doen? Ik ga even een resume doen wat ik wel niet neem. Ik kon niet langer wachten dan nu meteen dit jasje aan te doen. Zie je dat? Hij heeft dus mega schoudervulling. En het mooie is dat hij dus cuffs heeft. Dus daardoor wordt hij eigenlijk heel sportief. Ik ga nu met Sanne lekker eten beneden. Helemaal zin in. Dit is een soort van cauliflower wing, dus ik denk dat ze een beetje een chicken wing hebben nagemaakt, maar dan met cauliflower. Pecorino met mushroom spread. Nou, dit ruikt zo lekker. Hè? Heel krokant. Dat sausje heel lekker. Oh, wat lekker. Because the first dish was a cauliflower wing. So, sort of cauliflower wrapped in the stuff that's around the Kentucky Fried Chicken, the crispy stuff. And then with pepper, coriander and some kind of sauce that you're like, huh? This is so good. Oh yeah, in a lettuce leaf. Korean kind of spices wrap. I cannot explain, but it was very new. Very cool. Wat ik me gewoon besefte net. Kijk, ik ging hier naartoe. Ik was alleen maar nadenken over. Oh, dit wil ik op, dat wil ik op. Dit wil ik goed in beeld hebben. Hier wil ik naartoe. Daar zijn we zo laat. Daar zijn we zo laat. Ik ga heel erg in de werkstand. Omdat ik het gewoon heel goed wil doen. Waarom? Onder andere omdat het een droomopdracht is. Het is natuurlijk gewoon mijn werk. En dan mag ik dat voor een merk doen. In dit geval dus Kosh. Gisteravond besefte ik me opeens van, oh Roos, je moet ook een keer genieten. En even weg van huis, helemaal weer geïnspireerd raken. Ja, ik merkte gisteren dat ik zo geïnspireerd raakte door in deze stad te zijn. Die winkels te zien, die eigenaren van die winkels waren heel leuk. En dan met Sander daar zitten, zo lekker eten, wijntje, nou... Dus even bij deze, ik ben heel dankbaar dat ik hier ben en deze te gekke opdracht mag doen. Ik heb eindelijk deze outfit aan. Ik ga nu naar de ontbijtzaal, ga ik even eten. Nou, dag 2. We hebben 2 winkels waar we naartoe gaan. Morgen! Morgen! We hebben niet het beste weer, maar het is wel alweer heerlijk, hè, buiten. Lekker, het is niet koud, dus dat is goed. Hebben we de volgende winkel, Scharrelbos. Hallo, hi. Ja, nou, de basis is tweedehands. Ja. Maar ben ik het stilletjes aan gaan aanvullen met duurzame nieuwe producten. Dat was de... Ja. Ik
deze dingen heb ik allemaal gevonden. En ik heb bijna het gevoel dat dit van één en dezelfde persoon is geweest. Dit is gewoon één stijl. Maar wel echt zo'n retro vibe, wat ik niet vaak tegenkom. Leuk die kleuren zo. Ja, dat wist ik al dat jij dat mooi voor ingenieur. Ja, ik heb die regenboog die daar vooraan stond. Daar kunnen ze op staan en dan balanceren. Ja, die ook, ja. Zelfgehaakte poppenkleertjes, zo'n mutsje. Ja. Nou, was heel erg leuk om rond te kijken. Deze wil ik graag betalen. Ja, dankjewel. Mijn vrouw uit de buurt die breidt poppenkleertjes en ook de vestjes die daarachter hangen van restjes wol die ze krijgt of die ze in de kringwinkel vindt. Ja, want daar zijn er heel veel van. Ja. Daar zijn er heel veel van. Ja. Dus het is hier leuk. Met liefde en recupstof geneid. Ja, heel erg mooi. Nou, daar zal Sydney blij mee zijn. En deze vind ik ook leuk. Nou, heel goed geslaagd. Een paar prachtige itemsjes voor Sydney. Ja. Dus dan ga ik thuis allemaal laten zien sowieso wat ik gisteren heb gekocht. Dat ik allemaal thuis in een hele dikke try-on zie. Oké, we gaan even wat lekker eten, lunchen. Het is nog wel vroeg, maar gaan we daarna naar de laatste winkel. Ik wil dus de soep eigenlijk en ik wil de kies met zalm, lijkt me ook heerlijk, want het is met geitenkaas. Nou, dat is dus nooit zo. Dus die kan ik dan een keer. Doe het de laatste winkel alweer. Oh, het is echt snel gegaan. Ja. Jij? Je kan veel meer winkels doen hoor, als je zou willen. Maar wij vonden dit al heerlijk. Ja, dat is echt leuk. En dit is 71. Ja, ja. 50s, 60s en 70s kleding geloof ik. Dus gaan we lekker spitten en dan van vier rijden we door, hè? Zit het alweer op? Ja, maar ik vond het leuk met jou. Nou, dat vind ik lief. Ik vond het ook leuk met jou, dus dat was wederzijds. Ja, dat hebben we goed gedaan. Heel inspirerend, ook business talk gehad. Oh ja, we hebben het gehad over mijn dummy. Wat vind je ervan? Ik vind het een heel leuk idee. En ik denk dat we dat ook echt moeten gaan doen, maar ik heb wel aanpassingen. Ja. Sanne had het kritische noot. Nee. Nee, goeie toch? Daarom laat ik het aan jou zien. Dat jij, ja, ben je het? Ja. Dat jij dingen zwak vindt en goed vindt. En dus ook toevoegingen hebt. Ja, ja, en ik denk dat het gewoon... Ik weet zeg maar, omdat ik jou zelf keek hiervoor. Wat ik graag zou willen zien. Ja, jij bent meer de kijker dan ik. Ik ben niet objectief genoeg. En ik ben dyslectisch, dus ik vermijd bijvoorbeeld tekst. En sommige tekst zou juist een toevoeging kunnen zijn bij deze... visuele dingen. Ja. Dus daar gaan we nog naar kijken. En dat niet uit de weg gaan omdat je dat niet kan. Want nee, is juist dat, leuk dat en deed ik. Ja. En jij kan het wel. Dus nu kunnen we toch weer naar een volgend niveau tillen. Maar anyway, het proces is dus aan het rollen. Ja. Kijk. Hier zit 71. Hi. Hey. Hallo. Ik zie meteen al een adembenemend item. Prachtig. Medium, jammer. Helemaal mijn ding. Yeah. Nou. Dit is ja, mooie winkel. Heel erg specifiek die, hoe noem je het, rockabilly stijl, hè? Ja. Ja, cool. En wij gaan... de andere kant op, dat weet je? Oh, goed. Oh. Daar weet ik helemaal niks van. Ja, en wij gaan nu weer lekker naar huis. En route. Au revoir. Ja.
Nou, dit jasje is natuurlijk echt voor mij gemaakt. Dat doorgestikte met dat kitscherige jaren 80. En dan, wat ik al zei, die kufjes. Nu komt er een mega shoplog. Deze rechte jurk. 54. Dus veel te groot, maar ja, dat wil ik natuurlijk. Die mouw is dus precies zo'n lange t-shirt mouw, zeg maar, qua lengte. Wel gaaf dat die broek en die jurk ongeveer hetzelfde dessin hebben met zo'n panterstreep. Ja, heel mooi. Dit hoopte ik al. Deze muts. Ik vind het gewoon mooi om ook bruin tinten te hebben, zodat die kan combineren met de felle kleuren die ik heb. Deze jas. Ik heb al best wel vaak naar fake bontjassen gekeken, maar ze zijn altijd een beetje kort en zwaar. Omdat die eerste generatie fake fur, dat konden ze volgens mij nog niet zo goed. Dus het is dan echt loodzwaar. Deze is dus wel lang en niet loodzwaar. En een paar hele schattige dingetjes voor Sydney. Dit bodywarmertje. Wat dus over allemaal verschillende longsleeve t-shirtjes kan. Deze. Ingebreid patroon. Ja, een beetje zo'n retro dingetje. En ook zo'n tussenlengte. Dus dit zou bijvoorbeeld ook over elkaar kunnen. Tussen dikte bedoel ik dan. Hè? Kijk hoe cute. Een heel lekker jersey broekje. Ik denk van de zomer. Oh ja, deze poppenmuts. En voor Sydney dit truitje, maar daar moet ik nog even geduld voor hebben. Want die is te groot, maar ook weer perfect qua dikte. En deze kleur staat hij denk ik prachtig. Dit jasje, ik kan Daniel Hechter, maar ik kan het dus niet echt online vinden. Maar het was een 38 en dat is te klein voor mij, dus... Ik dacht eigenlijk, oh jammer, maar toen ik hem aandeed, dacht ik, oh, hij zit eigenlijk wel goed. Ik ben dol op dit soort lichtgewicht jasjes. En ik vind dat doorgepitte dus heel mooi als effect. Ik vind alleen dit niet mooi, dus ik ga hier dan een knoop op zetten in de kleur van de jas. Dit voor Sydney. Zag ik deze lovers. Ik zoek al een hele tijd naar lovers. En in mijn maat. Dus dat was echt een gelukstreffertje. Dit zie ik dus ook met een korte broek van de zomer zonder sokken. Maar ook in de winter met bijvoorbeeld een glittersok. Ik vind het mooi als die broek een beetje te kort is. Ja, je merkt, ik ga in hoog tempo er doorheen, omdat het zoveel is. Deze krijtjes. Sydney is heel erg aan het krijten. En dit zijn allemaal verschillende huidskleurtinten. Ook. Prachtig. Mooie kleurcombinatie. Een beetje Marnie-achtig. En dan dit. Een pantalon met een verticale streep in geel. Kijk, echt zo'n culotte. Ja, nee, 7/8. Maar heel wijd. Zo'n pantalon-vibe. Ja. Deze heb ik meteen opgezocht toen ik thuis kwam, want ik voelde dit en ik denk dit is gewoon hele, hele mooie kwaliteit. Het is een badpak in zo'n jaren 80 stofje. Heel mooi afgewerkt met een soort lurex garen. Dus ik dacht dit is iets, dit is een merk. Dus ik heb het merkje opgezocht en ik zal hier even het resultaat in beeld plakken. Dus hij was hartstikke duur, maar ik heb er 8 euro voor betaald. Heel sexy, ik ga dit niet helemaal laten zien. Maar door deze stof past het eigenlijk altijd. En het mooie is dat hij dus heel hoog is uitgesneden. Daar hou ik ook van. Ik viel als een blok voor deze print natuurlijk. Oker en dan donker en licht bordeaux eronder. En dat kraagje. Ja. Prachtig. Hij is alleen te klein. Ja, net. Je ziet het niet, maar ik voel het. Je ziet het hier ook trouwens. Je ziet spanning. Nu even met die lovers, dat zal ik niet doen hoor. Maar ik vind hem erg mooi, maar te klein. En het laatste item, een soort van voile pet. Kan ook nog een artwork opkomen, hè. 1 euro was deze. Niet bij dit ding, maar bij een sportachtige top. En dan had dit als tegenhanger. Dit is de kaart van Kosh. Dan zie je de shoppingroutes die je bij langs kan. En met de QR-codes die daarbij horen. Sanne en ik waren het erover eens. Het is ontzettende aanrader om te doen. Sowieso Antwerpen als stad is natuurlijk geweldig. Maar dan om dan
dit soort routes te lopen. Je komt op hele mooie plekken, leuke straten en dus hele leuke winkels met mensen die heel enthousiast zijn. Dus wij zijn heel dankbaar voor deze leuke uitnodiging. Dankjewel Kosh en jongens, tot de volgende!